van altijd fijn naar je daarna van. Dus, ik heb je achterlopen. Oh. Ik wil dames en heren, goedemorgen. Paul Toelen, ik onderbreek even dit programma van Linda en Mark, omdat ik hier een gast uitgenodigd heb in de studio. En meestal stel ik vier vragen, dat is wie, wat, waar, wanneer. En daarmee heb ik dan mijn voorbereiding gedaan over dit interview. En ik ga meteen de eerste vraag stellen. Wie zit hier voor mij? Ik ben Ludo Schreurs, een gepensioneerde Wellenaar. Die betreurt dat er in Wellen eigenlijk geen actie meer bestaan voor Kom op tegen kanker. En ik heb mij voorgenomen om dat opnieuw op te starten. Voilà, dat is al kort en bondig. Weten we waarover het zal gaan. Ludo Schreurs is samen met mij in een project gestapt, laat het ons zo noemen. En de radio staat daar 200% achter. Je hebt dat nog steun, hoor ik, van het gemeentebestuur onder andere. Dus we gaan het even in kort vertellen. Misschien even toch nog inkaderen. Kom op tegen kanker. De kanker krijgen ze niet weg? Of is dat is het zo erg dat er geen vooruitgang in zit? Jawel, kom op tegen kanker heeft eigenlijk drie grote doelen. Ja. Eén, kanker probeert te vermijden. Ja. Dat wil zeggen, we mogen niet vergeten dat ongeveer 40.000 Vlamingen per jaar nog een of andere vorm van kanker krijgen. We doen daar onderzoeken naar om dat risico te verlagen. Ik denk bijvoorbeeld rookstopkuren, ik denk aan gezonde voeding en zo verder. En dat gaat ongeveer 7% van het budget kosten die Kom op tegen kanker besteedt. Ja. Dan ook natuurlijk kanker bestrijden. Dat is het belangrijkste punt en daar is een grote vooruitgang geboekt. Maar je weet, dat kost heel veel geld en daar moeten we dus heel veel acties voor doen om dat recht te kunnen houden. En dan kanker verzachten, dat kost eigenlijk het meeste geld. Dus mensen die toch getroffen zijn proberen op alle mogelijke manieren te helpen. En te informeren hoe en wat en waar uiteindelijk. Ja. Voilà, kijk. Dat is even omkaderd waarom de actie Kom op tegen kanker al zoveel jaren loopt en ieder jaar toch weer doorgaat. En binnenkort hier wel dus ook, want daar gaan we nu wat in detail op terugkomen. Want geld is er nodig om die actie, met acties om het doel te bereiken, laten we het zo zeggen. En waar komt het geld allemaal vandaan, Ludo, weet je dat? Kom op tegen kanker kan rekenen op heel veel sympathisanten. Mensen die er dagelijks mee bezig zijn of erover nadenken, hoe kunnen wij een beetje centjes samenhalen om Kom op tegen kanker te steunen en zo ook de patiënten te steunen uiteindelijk. Ja. En veel dragen een steentje bij via giften, zoals dat heel veel mensen doen. Door ook erfenis die geschonken worden of delen van erfenis. Er zijn heel veel organisaties die zich ermee bezighouden. Iedereen heeft al eens gehoord van de 1000 kilometer fietstocht per ploeg. Ja. Voor kan 100 kilometer stappen. En dan vooral ook waar wij voor nu mee bezig zijn, plantjesweekend. Het plantjesweekend, daar gaan we nu naartoe. Dat betekent, concreet, wanneer gaat dat door? Want Wellen gaat eraan meewerken en VRW ook. Hoe zit dat juist in elkaar? Wat is het Plantjesweekend? Vertel eens. Plantjesweekend is eigenlijk een officiële dag dat alle sympathisanten en steunverleners aankomen op tegen kanker. Alle groepen komen op tegen kanker. Overal. Ja, voilà. In gans Vlaanderen doen die dag mee aan. Ja, het zijn drie dagen, maar wij hebben ons geconcentreerd op één dag, de 17e. Omdat, ja. Omdat dat het makkelijkste is en dat we van de gemeente de gelegenheid krijgen om ons dan mee aan te sluiten bij het Smaakfestival in Wellen. Voilà. Dus daar gaan wij ook mee aansluiten, met de VRW uiteraard, want we worden er ieder jaar voor gevraagd. En we gaan inpikken op jouw actie met de azalea bloementjes, maar daar gaan we zo meteen over hebben. Ja.
Dus, en dat betekent dat, en dat is, het zijn ook al erkende vrijwilligers die zullen staan, die in, onder de naam Ludo's Team die plantjes zullen verkopen. Het zijn azalia, zoals Paul al zei, die je bij ons kan krijgen aan 8 euro, wat toch twee keer niks is. Hoe groot is Ludo's Team al? Op het ogenblik is dat nog relatief beperkt. We zijn maar met een persoon of 3, 4, maar ik had liever toch al meer helpende handen gehad, want er zal af en toe eens iemand moeten gaan plassen. Oproep aan de luisteraars van Antwerpen. Voilà. Dat is een duidelijk punt. Helpende handen kunnen we altijd gebruiken. En als er voldoende mensen zijn, kun je ook een beetje in tijd spreiden, zodat niet iedereen daar van 12 tot 8 moet staan. Ja, gewoon laten staan. Dus, je gaat je dus volledig toespitsen op die zondag 17 september, eventueel ook de week ervoor, de week erna. Bloemen kunnen altijd besteld worden bij u? Nee, dat kan niet. De bloemen worden geleverd in principe op de vrijdag, dus de 15e. Ja. Als iemand zegt, ik raak daar niet op zondag, oké, dat is mogelijk. We zouden het toch dan graag zien. Dan kan je bloemen bestellen bij mij, dus ook straks dat e-mailadres doorgeven. Ja. Of we zijn ook een opbouw van een Kom op tegen Kanker Facebook-site. Facebook, ja. Die binnenkort ook komt. Dan kan je die bestellen, liefst voor 31 augustus, dat ik ze toch eventueel kan mijn bestelling verhogen. En dan kan ik die eventueel op zaterdag bij mij ook afhalen. Ja. Tenzij je op een andere plaats wil samenkomen, maar dat ga je dan tijdig te weten komen. Heb je een getal in je hoofd wat we moeten halen? We moeten altijd een objectief hebben. Ja, ik wil niet overdrijven. Het is ook de eerste keer. Als we al 200 plantjes kunnen verkopen, maar ik daag wel uit om het meer te verkopen, dan zouden we wel heel blij zijn. 200, dat is een mooie zin. Ja. Wel, daar gaan we voor. Dat gaan we doen. 200 keer 8, hè? Dat is toch al mooi als start voor de eerste campagne van Kom op tegen Kanker, afdeling Welle, laat het zo noemen. Ja. Fijn, fantastisch. Is er nog iets wat je kwijt wilt? Waar gaat het geld naartoe? Ja, dat weten we, dat hebben we al een beetje besproken. Dat is altijd een transparantie, want ik denk dat ook de nationale zenders daar weer gaan mee meedoen. Tuurlijk. En ik ben blij dat wij Radio VRW dat ook kunnen steunen. Ludo, heb je nog iets te zeggen? Ik wil nog heel kort een dankwoord richten aan de VRW en aan de gemeente wel dat die ons willen steunen en zo onze eerste stappen kunnen zetten in hulp naar anderen toe. Dat is graag gedaan. Ik ga al meteen een aanbod doen voor u. We gaan deze week een spotje maken dat in de activiteitenkalender komt. Dat is volledig gratis, daar moeten we natuurlijk niks voor hebben. En daar ga ik eigenlijk in het kort zo'n beetje vertellen wat er gaat gebeuren op 17 september. Dat we hulp nodig hebben. Hetgeen we nu in dit interview besproken hebben, ga ik proberen in 40 seconden in een activiteitenkalender te zetten. En ik hoop dat we daarmee mensen kunnen overtuigen om mee te doen met ons team. Ik zeg ons, want ik voel me al heel betrokken met u en je mag 200% op mij en op de VRW tellen. Ja. Ik ga je daarvoor bedanken en ik hoop dat jullie ons steunen, beste luisteraars, maar ik hoop dat wij jullie nooit moeten steunen, want dan ben je gezond. Dat is mooi gezegd. Dank je, Ludo. Bedankt.